Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. En deze keer weer een beetje een dure, want ik heb hier de Body Shop Box of Wonders adventkalender. Ik zal hem even omdraaien. Dit is hem. De Body Shop heeft dit jaar ook weer een aantal adventkalenders. En ik heb dus deze ontvangen in PR. Ik heb er gelukkig niet voor hoeven te betalen, dus ik ben er heel blij mee. Afgelopen jaar heb ik hem ook ontvangen. En ik weet nog dat de Body Shop adventkalender een van de beste kalenders was van afgelopen jaar. Echt het geld waard, ondanks dat het niet heel goedkoop is, maar het was echt zeker 2 waard. Dus mijn verwachtingen voor deze kalender zijn ultiem hoog. Misschien is dat niet heel goed, maar oké. Okay. Voor een wat hoger bedrag mag je ook wel wat verwachten. En ik ben dus heel benieuwd wat hierin zit. Want de Body Shop skincare producten, make-up producten zijn vaak heel erg goed. Dus ik gok dat er weer vooral skincare in zit. En dan misschien ook hier en daar iets van make-up. Dat hoop ik wel. Dat vind ik altijd heel leuk. Oh, ik praat weer veel te snel. Ik krijg zo vaak commentaar over Sarah, je praat te snel. Maar ja, je kunt niet gewoon zomaar 1, 2, 3 even veranderen hoe je praat. Dan moet ik echt naar een spraakles of een weet ik veel wat ik zou moeten gaan. Af en toe geven mensen kritiek en dan denk ik van ja, maar wat moet ik hiermee? Probeer jij eens een keer anders te praten. Ga jij eens nu beslissen van ik ga of sneller praten of slomer praten. Dat is niet iets wat je gewoon even doet. En ik heb het ooit geprobeerd om wat slomer te praten, maar ik vond dat toen mijn hele spontaniteit wegging en mijn hele enthousiasme ging gewoon helemaal weg omdat ik heel te aan het opletten was over hoe ik praat. Ik weet niet waarom ik nou hier over rant. Kennelijk zat het me dwars. Maar goed, ik probeer te letten op hoe ik praat, jongens. Maar het is niet zo makkelijk als dat lijkt. In ieder geval, we gaan dus vandaag deze box unboxen. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens. Dit is hem dan. De Body Shop Box of Wonders kalender. Hij is niet al te groot. Beetje medium formaat. En hij is echt super zwaar. Ik ben hem nou hier aan het vasthouden met 1 hand. En het is echt super zwaar. De Body Shop heeft ook een aantal andere kalenders. Had ik gezien op de website. Dus ja, voor ieder wat wils hopelijk. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Mijn Fave Matte Liquid Lipstick van ABH in de kleur American Doll. En voor mijn ogen heb ik dit paletje gebruikt van Huda Beauty, het Rose Quartz paletje. Echt nog steeds een van mijn Fave paletjes. I love it. Oké, laten we gewoon beginnen met openen. Voor de mensen die niet weten wat een adventkalender is. Een adventkalender is een box waarbij je elke dag 1 vakje kunt openmaken. Meestal zijn het 24 vakjes van 1 tot 24 december tot aan kerst. En dan heb je gewoon tot aan kerst de hele maand een leuke cadeautjes voor jezelf. Sommige boxen zijn ook wat meer of wat minder, maar meestal 24. Oké, jongens, let's do this. Als je dus niet wilt weten wat erin zit, is deze video niks voor jou. Oké, even kijken. Hoe maak je dit ding open überhaupt? Oh, zo. Ah, kijk hoe leuk! Zo, 3D. Ik ga stuk... Oh, de la valt er bijna uit. Kijk hoe leuk. Zo'n box is ook gewoon handig gewoon om te houden voor de naam. Om er gewoon whatever jij ook wilt in te doen. Super leuk. I love it. Oké, laten we hem gewoon openmaken. We gaan beginnen met vakje 1. Dus ik moet even op zoek in welke laad het ligt. Oh, hier zijn ook al gelijk wat vakjes. Hier zo. Dus dan doe je gewoon zo dit omhoog. Zeg maar, dit was omlaag. Zo. En dan als je zo dit omhoog doet, dan zijn hier de vakjes. De boxjes eigenlijk, geen vakjes. Ik hou altijd van boxjes, want dan gaat mijn manicure niet naar de klote. Laten we gewoon beginnen met boxje 1, als ik hem kan vinden. Die is dus in de la eronder. Ik kan niet de box heel de tijd vasthouden, dus mijn excuses daarvoor, want hij is echt te zwaar. Maar in ieder geval, hier is dus nummer 1. En er staat hier ook een tekst op elk boxje. Heel leuk gedaan. Nou, 24 dagen jongens. Let's do this. Eerste is een handbalm. She handbalm. Ik verwachtte ook niks anders. Ik ben nooit zo'n fan van handcremes en handbalmpjes. Maar als ik ze zou gebruiken, dan zijn de Body Shop handcremes vaak wel echt heel goed. Nummer 2, die is hier gelijk bovenop. Deze is een beetje klein en licht. Benieuwd wat hierin zit. Dit is een mini product volgens mij. Oh nee, gewoon een lipcare stick voor droge lippen. Een lipbalmpje. Heel fijn, want ik heb droge lippen. Nummer 3 is denk ik in de onderste la. Ik hou altijd van grote boxjes. Ik ben dan altijd extra benieuwd wat erin zit. Hier is nummer 3. Deze is best wel groot en voelt ook wat zwaarder aan. Oh, een mini versie van de Strawberry Shower Gel. Als er 1 geur is waar ik van hou, is het dus aardbei. Dus hier ben ik heel blij mee. Het is wel een mini, maar wel echt heel cute. Ook had ik misschien voor op reis. Ik zou hem gewoon bewaren voor op reis. Daar is hij echt ideaal voor. I like it. By the way, Body Shop heeft altijd hele heftige geurtjes. Dus als je daar niet van houdt, is deze kalender al niks voor jou. Waar is nummer 4? Af en toe is het zo'n gezoek. Oh, hier. Hier is nummer 4. En er staat op Lifting Women Up.
Dus benieuwd wat hierin zit. Misschien iets voor vrouwen of zo. Of voor lifting. Nee, heeft daar helemaal niks mee te maken. Gewoon een cleaning cloth. Dit is dus zo'n doekje om je gezicht mee te reinigen. Dan is hier een nummer 5. Wat ik ook echt leuk vind aan de verpakking is allemaal ook echt kerst. Echt groen en rood zoals je kunt zien. Echt helemaal kerst. En dat heb ik dus vandaag ook gedaan. Groene achtergrond, rode lipstick en rode top. Die je nu niet eens meer kunt zien. Het is nou alsof ik hier gewoon naakt zit. Maar oké. Oh, deze heb ik al. De cleansing butter. Jongens, deze is echt heel erg goed. Deze had ik al ontvangen. Ook volgens mij in een andere box. En deze heb ik al helemaal opgemaakt. Super fijne cleansing balm. I love it. Waar ben ik gebleven? Nummer 6 volgens mij. Ik vergeet ook altijd waar ik ben gebleven. Oeh, 6 is lekker groot. Wel een beetje licht, maar wel groot. Jongens, ik hoop ook echt een beetje op make-up. Oh, een gezichtsmasker. Sheet mask. I love it. Vooral op mijn self-care days gebruik ik altijd zo'n masker. Tot nu toe vind ik het op zich wel een leuke kalender. Mijn fave getal, nummer 7. Weer lekker groot, daar hou ik van. Shower scrub, een British rose geur. Dit is een lichaamsscrub voor in de douche. Altijd heel handig om te hebben. Veel mensen scrubben hun lichaam bijna niet of letterlijk nooit. Jongens, vergeet niet je lichaam te scrubben. 1 keer per week, 1 keer per 2 weken, al is het 1 keer per maand. Doe het even, want dan kan je huid weer zo vernieuwen. En dan heb je een super zachte, egale huid. Je gaat echt verschil zien. I love it. Oh my gosh, nummer 8 is echt groot. Wel heel licht, maar wel groot. Oh, een hoe heet het deze ding? Een poef? Een poela? Een poef? Ik weet de naam niet meer, maar ik gebruik zo'n ding ook in de douche om een lichaam mee te wassen. Dus hier ben ik blij mee. Nummer 9, een beetje klein, maar wel een beetje zwaar. Alles gaat ook heel makkelijk open, dat vind ik heel fijn ook. Volgens mij is het een gezichtsmasker. Ja, de Himalaya Charcoal Purifying Glow Mask. Ook deze heb ik ooit gehad van hun en helemaal opgemaakt en hij is fantastisch. Deze geeft echt een prachtige glow en gloed aan je gezicht. En ik weet toevallig op de website zijn de recensies ook geweldig over dit masker. Dus deze moeten jullie echt zeker proberen. Al heb je de kalender niet, haal hem gewoon los op hun website. Deze is echt heel goed. Ben ik nou blind? Dat was toch nummer 8? Oh nee, dat was nummer 9. Ik was de hele tijd op zoek. Maar we zijn bij nummer 10. Oeh, deze is zwaar. Nummer 10 is echt iets heel zwaars. Wil er niet uit, ook niet. Oh wacht, het zit zo vast. Ik denk iets voor in de douche. Ja, shampoo. Shampoo voor in de douche, voor in je haren. Ik weet niet waarom ik uitleg wat een shampoo is, alsof jullie dat niet weten. Hier is nummer 11, een klein rood boxje. Ook een mini product. Shower cream avocado. Dus voor je lichaam, om je lichaam te wassen in de douche. Wel veel minis. Ik heb het gevoel dat er afgelopen jaar minder minis in zaten. Ik heb echt geen idee waar ik ben gebleven. Oh, 12. Ja. Nummer 12. Deze vierkante box. Body butter. I love body butters. Vooral die van de Body Shop blijven echt hele dag zitten. Je lichaam blijft de hele dag zacht en smooth en lekker ruiken. Dus hier ben ik blij mee. Dit is de geur mango. Weer lekker veel verschillende geuren. Dat vind ik heel leuk gedaan. We gaan snel verder met nummer 13. Die voelt ook een beetje zwaar aan. Misschien ook weer een mini product voor in de douche. Ja, shower cream in de geur almond en milk. Nou jongens, ik ben aan het wachten op de make-up. Want ik weet dat hun ook make-up producten hebben. Dus ik hoop wel dat er misschien 1 of 2 dingen in zitten. Nummer 14, een beetje klein. Alles ruikt ook echt heerlijk. Je ruikt gewoon de geur gewoon uit de kalender. Oezen gewoon. Haarband? Ja, een haarbandje. Ook wel leuk, ook handig om je haar uit je gezicht te houden als je je skincare aanbrengt en zo. Nummer 15, dat is deze. Een klein potje, Awakening Mask. Nog zo'n gezichtsmaskertje, mini potje. Dan is hier nummer 17. Jongens, we gaan er vandaag lekker snel doorheen. Weer een mini versie, Shower Gel Pink Grapefruit. Ligt het aan mij of krijgen we best wel veel dezelfde producten? Maar dan gewoon heel tijd in een andere geur. Ik vind de kalender wel leuk, maar niet zo leuk tot nu toe als afgelopen jaar. Maar hij is zeker nog wel gewoon leuk. Ik ben er eentje vergeten. Ja hoor, toch? Ja, ik ben vergeten. Wat was die net? In ieder geval, als ik ben vergeten, dan is hier nummer 16. Cleansing Face and Body Bar Almond and Milk. Deze zijn ook altijd heel fijn. Kun je gewoon lekker zo direct aanbrengen overal. Ja, ik was er wel eentje vergeten, want hier is dan nummer 18. De Body Shop Vitamine C Glow Mask. Nog een sheet mask. 19, jongens, het houdt mij niet op. Cadeautje na cadeautje. Avocado Cream Body Scrub. Nog een lichaam scrub, maar deze is wel echt anders dan die vorige. Mensen, ik heb zo'n last van mijn heup. Oh my gosh, terwijl ik gewoon hier zit, voel ik gewoon zo'n pijn in mijn halve heupbilgebied, zeg maar. We gaan verder. Nummer 20. Een Shower Gel British Rose. Hebben we niet letterlijk deze al gehad? Of niet? Nee. Deze hebben we nog niet gehad. Ik space. We zijn bijna klaar. Oh, we hebben 25 boxjes. Ik dacht 24, maar we hebben er 25. Dit zijn dus de laatste 5. Nog een handcreme? Ja, handcreme in de geur British Rose. 22, deze is groot, maar wel heel licht. Ik denk weer een sheet mask.
Ja, een vitamine E sheet mask. Jongens, jullie skincare dagen worden geweldig met deze producten. Vergeet niet één keer per week op zijn minst even te denken aan jezelf. En las gewoon even een avondje in dat je gewoon lekker gaat genieten. Gewoon doe een masker op. Ga lekker je lichaam en je gezicht scrubben. Ga lekker in bad. Was je haren. Doe een haarmasker in. Verzorg je eigen. Want ik vind toch dat wij als vrouwen dat moeten blijven doen. En vaak vergeten we ons eigen. We zijn er vaak voor anderen en niet meer voor ons eigen. En dan, ja, wij verslonzen helemaal. Probeer op zijn minst één keer in de week gewoon even een uurtje of drie of twee uur, hoe lang je er ook over wil doen, gewoon even te besteden aan jezelf. En daar zijn deze producten echt ideaal voor. Hier is nummer 23. Dat was even een tip van de dag. Body butter in de geur She. Laatste 2, 24. We hebben tot nu toe nog steeds geen make-up. Dat is wel jammer. Op zijn minst een mascara of zo. Skin Clarifying Night Peel. Dus dit is denk ik een nachtserum. Ja, oeh, hier ben ik blij mee. Niet een heel goedkoop product, dus hier ben ik blij mee. Dan last but not least, 25. Ik heb nog hoopvol make-up, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dit gaat zijn. Nee, het is geen make-up, maar iets anders. Massage. Volgens mij is het massageolie. Oh nee, nee. Nee, dit is gewoon een body crème-achtig iets. Het ruikt echt naar mint of zo. Dit is zo'n geur die ik altijd gebruik als mijn neus verstopt zit. En dat ik het dan zo aan ruik en dan gaat mijn neus zo open. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is zo'n hele heftige minty geur. Breed Massage Melt. Oké. Dit was het laatste, jongens. Hij is helemaal leeg. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de Body Shop Box. Wat vonden we ervan? Ik vond het wel leuk. Ik vond het alleen niet zo goed als die van afgelopen jaar. Dat niet. Best wel veel kleine producten en herhaalproducten. Maar wat ik wel goed vond is er zit echt bijna geen prul in. Eigenlijk gewoon niet. Gewoon elke dag was wel gewoon echt een goed product. Geen opvulproducten, prul, et cetera. Dus dat is echt top. En ik miste wat make-up. Ik had op zijn minst één mascara gewild of zo. Was wel leuk geweest. Al met al raad ik hem wel aan en vind ik het gewoon wel een leuke kalender. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Vinden jullie het een goede box of heb je iets van na? Ik vond echt helemaal niks. Let me know. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!